bouwbedrijf P. van Hulst. Dat is Leo van Hulst en Peter van Hulst, die op deze moment het bouwbedrijf voeren. Het is ontstaan in 1930 en opgericht door mijn opa. Daarna is mijn vader erbij gekomen. En toen is het bouwbedrijf eigenlijk ontstaan door metselen en timmeren. En sinds 1980 doen Peter en Leo van Hulst het bouwbedrijf. En de activiteiten die zijn heel breed. De hoofdmoot is toch wel de laatste 15 jaar bedrijfsgebouwen. Er kunnen allerlei gebouwen zijn, met kantoren. Utiliteitsbouw wordt ook voor steeds meer komt dat. Kleine serie woningen, maar ook renovaties van bungalowparken. Maar ook bijvoorbeeld een simpele woningaanpassing. Dat behoort allemaal tot onze werkzaamheden. Ook bouwen wij voor de high-tech industrie. We hebben onlangs een pand gebouwd voor de Wilvo. Dat is op maat gemaakt voor een klant die is ASML, waar ook de cleanrooms en alles in verwerkt worden. Dus dat is een gebouw waar pas opgeleverd is. Ik denk dat België steeds belangrijker voor ons wordt. We krijgen steeds meer opdrachtgevers daar. Doordat je daar natuurlijk werkt, zien ze je werk en word je er ook meer gevraagd. En ik denk dat we heel concurrerend kunnen werken in België.